Hallo iedereen, super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Escapen met Stan. Het is weer zover, zoals je ziet zijn we aanbeland in een gevangenis en dit is de Stuck in a Prison Escape. Hier staat al een leuke beveiliger, maar goed, we gaan weer ontsnappen. Denk je nou dat we gaan ontsnappen? Laat het even in de reactie weten, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat jullie ervan denken, moet ik zeggen. We gaan in ieder geval weer proberen te ontsnappen. Je kunt deze map ook spelen in 1.14.4. Het linkje daarvan staat in de beschrijving. Deze gast staat gewoon even lekker te kijken. Ik zie erachter een kistje. Met een... Hey, yeah. We zijn weer goed op... Oeh, een lekkie. We zijn weer goed op dreef. We gaan in ieder geval weer. Vind je deze video leuk, doe dan eventjes een blauw duimpje hier beneden. Abonneren kan natuurlijk ook. Want wij zien dat heel veel van jullie de video's wel gezien hebben, maar niet abonneren. Dus laat dat eventjes hier beneden. Of doe dat eventjes hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. Doe maar. Nu. Hup. Kom op. Ik zie hier een dingetje met allemaal money. Robbery detected. Oeh, oeh, oeh. Kom dan, kom dan. Oh, ik zit vast. kan ik er nu ook weer uit? Of... Ah, kijk. Wat? 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 Zit hier iets onder? Nee, nee. Oh. Wat? Ah, oh ja, dat is dat gekke kruipen slash zwemmen ding in 1.14. Ik snap daar nooit iets van. Maar goed, het... Wat? Het werkt of zo? Het is ook een beetje... Oh, een vreemde texture pack. Can break iron bars. Ja, ik denk dat we maar die kant op gaan, hè. Het is een beetje een vreemde texture pack. Met allemaal gekke, rare blokken. Rood en groen. En beetje gek. Zit hier iets... Zo te zien niet. We kunnen dadelijk daar nog door. Daar beneden. Door weer zo gek te zwemmen. Ja. Hier hebben we weer zo'n rode. Wat zit hierin dan? Can be placed on green bricks. Die zit hier. Kan ik hier dan ook... Oh. Ah, dat is dat leuke liftliedje. Een escape map. Oh, is dit pas de intro? Ah, dit was alleen een soort tutorial. Dit vind ik zo'n heerlijk nummertje. Oh. Gaan we nu vallen? Ja, we gaan... Oh, nu zijn we in een andere ruimte. Oké, hier moeten we naar boven toe. Is hier iets te zien? Hier is niks te zien. Wat is dit? De mijnen. Ja, leuk. Wat is hier? Ah, hier is een... Deze 12 nuggets, een coin. Krijg je een lever. Oké. Is er dan nog ergens een andere? Ik denk dat ik dan die coins moet gaan zien te krijgen. Maar de manier is waarop. Ja, normaal zou je daarvoor moeten werken. Werken voor uw centen. Maar of dat vandaag ook moet. Misschien moet ik wel die mijn hakken. Ah, ik ga trouwens gewoon die dingen op laten staan. Nou, hier is nog eentje. 2 coins, krijg je een ladder. Ah, dus dan heb ik waarschijnlijk 2 ladders nodig. 1, 2, 3 ladders nodig. En dan kan ik waarschijnlijk daar omhoog. Ah, hier is een pickaxe. Oh, die gaat heel snel. Nice. Ah, het is echt, als je alles hebt weggehakt, dan krijg je 1 coin. Oh, dit is wel even. Even kijken, voor die ene hadden we er dan... even kijken... Kak, ik moet even gaan kijken hoeveel dat ik er nodig heb. Ik weet het niet meer. Oké, wacht even. Bij die ene heb je er 4 nodig. En van die gold nuggets. God mag weten waar ik die vandaan moet halen. Maar 4. En hier heb ik er dan 6 nodig. Dus 10 in totaal. Oké. Dan weet ik dat. Pakken we deze weer even. Oké, dan gaan we nu dus eventjes lekker terug naar de Minecraft Basics. En gaan we lekker minen. Ik heb wel heel veel geluk dat hier nou geen... Oh.
Dat was eventjes een gekke bug. Ik heb in ieder geval geluk dat er geen Guardians zitten, dat je mining fatigue krijgt. Dat zou echt heftig zijn. Met Lucky Blocks ben ik daar altijd de sjaak mee. Ik krijg altijd mining fatigue en dan is het altijd slash kill. Anders dan kun je helemaal niks. Sta je een half uur te hakken op een stuk dirt. Nee, dat is overdreven. Nou, wel een beetje. Oi, oi, oi. Gaan we ontsnappen vandaag, guys? Ik ben benieuwd of het ons weer gaat lukken. Het is alweer een tijdje geleden dat ik alleen een escape mappie heb gedaan. Nog eentje. Dus we moeten vandaag gewoon weer ontsnappen. Het kan niet anders. We zijn hard aan het werk hier in de prison. Zo, 10 coins. Oké. Dan moeten we eerst naar die ene dude. Die zit hier eentje verder. Hier. En dan kan ik hier denk ik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die drie ladders moet ik hebben. Oh, ik wou zeggen niet dat ik die munten toch kwijtraak dadelijk. Hè? Dat zou kak zijn. Jump. En dan hoop ik hier. Kijk, dat hoopte ik al. En dan kan ik bij die andere gast. Waar is die? Is dat hier? Nee, dat is hier. Nee. Wat? Is dat aan de andere kant? Ik zit gewoon echt weer niet op te letten. Hier is dat. Dan kan ik met hem... Nee! Are you kidding me? Hè? Waar zijn die spullen gebleven? Guys, jullie hebben gezien. Ik had het, hè. Jullie hebben het gezien. Hè? Oké, dit moet ik er even inspawnen. Want waarschijnlijk zijn boven die dingen nu weg. Creative... dan heb ik golden nuggets. Heb ik dan 12 nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alleen die coins. Ah ja, die heb ik. 1, 2, 3, 4. Game mode adventure. Zo, 4 coins. 12 nuggets. Hè? Fijn. Maar deze zijn natuurlijk hier nu weg. Ja. Heeft het te maken met dat die coin die ik hier vandaan heb, dat die een andere kleur letters hebben? Ik ga het even kijken hoor. Als het inderdaad een andere kleur is, dan ga ik gewoon hier weer 4 coins vandaan halen. We zijn gewoon extra werk aan het doen om te kunnen ontsnappen. Ja. Dat is dus het hele probleem. Oké. Okay. Deze fout kan ik niks aan doen. Dat weten jullie zelf ook donders goed, hè? Come on, nee. Kom op, hè. Beetje niet zo flauw, hè? Kom op. Kan er zelf ook niks aan doen. Oh. We minen ons helemaal dood. Zo, nog eentje. We hebben wel geluk dat het niet echte stenen en zo zijn. Want dan had het iets langer geduurd. Hop. Oké, als het goed is, moet het nu wel lukken dan. Oh. Ja, het is gelukt. En dan kan ik waarschijnlijk met deze daarin. Kijk. Storage area. Ik zie hier achter alweer zo'n gekke rode dingen. Die heb ik ook nodig. Het valt wel op in deze texture pack. Oh. Super strength potion. Moet ik die drinken? Oh. Wat? Wat is hier allemaal gaande? Oh nee. Parkour. Mijn lievelings. Huh. Oh. Waarom haal ik die jump niet? Waarom haal ik die jump niet? Oh! Oh. Ik sprong prongelijk door en ik heb hem nog gehaald ook. Oh. Nee. Enable checkpoints. Oké. Ik moet hier iets op doorrennen. En bij die andere kan ik meteen doorspringen. Oh, bij die niet. Dus hier ren, spring, spring. Kak.
Maar, enable checkpoints, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar waar zitten die checkpoints dan? Ik ben al voor de checkpoint, ben ik dood, joh. Oh, huh? Oh, nu wel. Oh. Wat? Huh? Ah, nu ben ik hier. Ah, wel echt fijn die checkpoints. Zou ze bij meer maps moeten doen. Voor noobs zoals ik. Ah, come on. Oh, en iedereen zit nu in de comments keihard te lachen. Noob. Ah, kom op, man. Waarom haal ik die sprong niet? Zien jullie je tongetje? Dat betekent dat shit real is. Ah, ik wil hem eens een keer gewoon legit halen. Ik wil niet weer gaan vliegen. Oké, sprint. Sorry. Het spijt me oprecht. Huh. Wat? Oh no, you just got stuck. Ah. Wat is hier allemaal gaande? Gaan we nu de Nether ook nog in? Congratulations! You finished the map! Wat? Wat een vreemd einde. Oké, Simon DMC player. Thanks voor het maken van deze map. Ik ben een beetje flabbergast dat hij al voorbij is. Maar het belangrijkste is, we zijn weer ontsnapt. Yes! Ja, wat moet ik ervan zeggen? Leuk mappie. Kort, maar krachtig. Simon, bedankt voor het maken van deze map. Jullie bedankt voor het kijken naar deze map. Vond je deze video leuk? Doe dan even een blauw duimpje hier beneden. Abonneren kan ook hier beneden, mocht je dat nog niet gedaan hebben. In de beschrijving staan allemaal linkjes naar de map, naar de Discord, naar onze merchandise website. Neem maar eventjes een kijkje. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Tot ziens. Ciao.